Hallo dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken naar deze Clash of Clans video. En vandaag ga ik weer Clash of Clans spelen. Ik ben nu best wel wat aan het upgraden, omdat er nu een event is. Waar hier zijn van de events. Wil je nu hier Hammer Jam. Dan krijg je 50% korting op buildings. Dus dat is heel fijn. Dus alles is de helft goedkoper. En daar ben ik best wel goed gebruik van aan het maken al. Ik ben al twee legerkampen weer aan het upgraden. Die Tesla die was ik al aan het upgraden voordat het event begon. Deze was ook al bezig daarvoor. En deze ben ik gaan upgraden. En ook mijn golem. Die is nu ook level 8. Maar dat die troepen tellen niet. En mijn steenbeuker was naar level 2 gegaan. Of is naar level 2 gegaan. Die gaat nu naar level 3. Dit legerkamp gaat ook naar een hoger level. Dan heb ik nog mijn Infernatoren die ik nu aan het upgraden ben. En even kijken wat nog was er meer. Oh ja, en dat waren die dingen. Die ik allemaal aan het upgraden ben. Ben nu voor de elixir dan was ik dus steenbeuker weer aan het upgraden. En voor geld wacht ik nog even, want ik wilde wel één bouwvakker eigenlijk vrijlaten. En dan als het ene legerkamp bijna klaar is, dan ga ik wel iets upgraden. Hier ga ik ook best goed. Dan kan ik ook als het goed is hier. Ja, dit heb ik allemaal alweer wat verder gedaan. Dan kan ik nu deze. Dan heb ik weer twee muurtjes. Het is niet een heel groot verschil. En dan kan ik nog even een keertje aanvallen. En ik ga deze video ook nog even in de Clan War League aanvallen. Die is net begonnen. Dus daar kan ik ook nog even in aanvallen. Ik heb al bekeken welke ik ga aanvallen. Dus ik kan dadelijk meteen beginnen. En we doen gewoon weer hetzelfde. Gewoon Pekka en dan Nachtheksen erachter. Oké, ik denk hier even een Pekka. Dan deze naar binnen. Zo. Die gaat op de. Zo. Die gaat op de. Hoe heet het? Op de Vermorselaar genie. Dus dat is mooi. Oh, die had eigenlijk op de Megatesla moeten gaan. Oh nee, hij gaat terug. Oké. Okay. Ja, wel best wel veel procent, maar dan niet het stadshuis. Dus nog wel maar één ster. Tenzij die. Nee. Ik dacht tenzij die naar het stadshuis loopt nu. Maar dat deed hij niet. Oh, wel gewonnen, dus dat is mooi. Ja, ik zou nog één keer kunnen proberen. Misschien. Volgens mij red ik het net dat als ik deze win, dat ik dan weer iets kan. Of dan weer een muurtje kan upgraden. Dus gaan we even kijken of ik nog kan winnen. Als ik deze niet win, dan ga ik wel gewoon die aanval doen. Ik kan nog heel even wachten met de varkensruiters. Als het kanon kapot is, dan ga ik denk ik proberen op die boze te storen. Zo, ja dat lukt wel. Mooi zo. Die pekken ook naar binnen. En dan deze even op de dubbelkanonnen. Dan hebben we in ieder geval het stadshuis wel bij deze. Dat lukt eigenlijk altijd wel. Dus dat zijn dan al twee sterren en dan zoveel mogelijk procent. Oké. Okay. Ja, dat heb ik wel. Was ik niet zo hoog level, dus die Pekka die killt hem snel. En hij heeft weinig damage gedaan op mijn troepen, dus dat is mooi. Oké, gevechtsmachine is dood. Alleen nog de Pekka over. Oké, als hij daar nu dood gaat, kan hij nog die Tesla slopen. En dat doet hij ook, oké, 72%. Denk wel. En we hebben nu 2000 goud weer. Dus dat is mooi. Was deze al? Nee, deze is dan de eerste die ik weer moet doen. Zo. Ik kan even de klokkentoren boven doen. En dat is ook een nieuwe maand begonnen. Dus april is nu. En ja, ben ik alweer bezig met wat challenges. Ik vind trouwens deze helden skin vind ik echt mega vet.
Die zou ik best wel graag willen, maar voor het geld, voor de gulden kaart, die ga ik niet kopen. En qua helden kan je hier zo, bij skins kan je gewoon, je hebt de kampioen, dan kan ik gewoon voor 1500 kan ik hem kopen. Dat vind ik het wel waard. Ik wou graag de derde aanvallen. Kijk, ja, ik dacht even dat hij het niet deed, maar tikte denk ik niet goed. Ja, ik ben helemaal, of mijn klink is dus helemaal vol en ik ben gedoneerd, dus, of ja, daarom juist. Volgens mij zijn klink zo leeg, ja, dus dat is mooi. Dus ja, dan ga ik hem gewoon hierboven inzetten en dan kan hij gewoon helemaal naar beneden lopen. Dus nou, deze twee neerzetten. Die golems zien er echt mooi uit trouwens, nu ze weer hoger level zijn. Zo. Denk even barbaren koning en wat tovenaars erachter. En dan kan mijn queen er ook achteraan. Kan die gewoon daar op de queen zetten. Dus, maar voorlopig gaan die golems nog wel best goed. Volgens mij doen ze het nu ook drie. Gaan ze in drie kleine golems splitsen nu. Doe denk ik nog heel even wachten. Doe ik daar zo de draak even woeden. En dan nu aanvallen met mijn varkensruiters. Ik heb al best wel heel veel gesloopt met alleen mijn troepen voordat ik inzet met de varkensruiters. Dat is mooi. Die even daar, om bij dat daar die bomtoren staat. Zo, dat gaat heel hard. Dit is een lekkere aanval. Het is wel een town 11 en ik ben town 12. Dus ik zou er dus ook wel aan moeten kunnen. Maar hij is wel de nummer 3. En hij had best wel veel loot volgens mij. Dus dat is gewoon helemaal prima om deze aan te vallen. Volgens mij zijn we nu al alle verdediging klaar. Ja, alle verdediging is al kapot. Ik kan even mijn barbare koning woede geven. Dus dat is mooi. Ik had echt verwacht dat die varkensruiters heel veel damage zouden krijgen. Maar ze waren natuurlijk net gehuwd. Ik heb ook gewoon allebei mijn draken zijn nog over. Oké, had uiteindelijk helemaal niet nodig geweest, maar. Oké, dat was een best wel snelle 100%. En volgens mij dus ja, 1,7 miljoen. Of meer dan 1,7 miljoen. En bijna 10, best wel veel. Ik ga weer best wel veel sparen. Daar kan ik dus heel veel geld mee besparen door gewoon nu met 50% korting dat te doen. En tot volgende week.